Het comité Herdenking Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld is op schema wat betreft de organisatie van de dag van nationale rouw op 30 juni aanstaande. Op die dag worden alle slachtoffers vanaf 1975 tot heden, die tijdens de uitoefening van hun dienst door politiek geweld het leven hebben gelaten, herdacht. Voorzitter van het comité, Humphrey Jeru, heeft vandaag tijdens een persconferentie aangegeven dat ondanks de economische situatie in het land de herdenking gewoon doorgaat. In de ochtend vindt er een bijeenkomst plaats bij het monument van de gevallenen van de Binnenlandse Oorlog op het Onafhankelijkheidsplein. Jeru deed een handreiking naar de nabestaanden van de slachtoffers van 8 december om mee te doen aan deze herdenking. Waar scheiden de volgende 4 groepen van nabestaanden en slachtoffers? De slachtoffers die gevallen zijn bij het leger en de politie als gevolg van het uitoefenen van hun beroep vanaf 1975 en hun nabestaanden. We hebben 1975 gekozen omdat we sinds 25 november 1975 verantwoordelijk zijn voor het bestuur van ons land. 2. De burgerslachtoffers die gevallen zijn sinds 25 februari 1980, inclusief de slachtoffers van 8 december 1982. De burgerslachtoffers van de Binnenlandse Oorlog en de slachtoffers bij de gewapende groepen en het Nationale Leger tijdens de Binnenlandse Oorlog. In de afgelopen 35 jaar is in de publieke discussie uitsluitend aandacht geweest voor de 15 slachtoffers van 8 december. Die aandacht zal niet verdwijnen. Integendeel, we willen de slachtoffers en nabestaanden van 8 december nadrukkelijk betrekken bij de Dag van Nationale Rouw. Maar we beseffen dat het vanwege de combinatie van emotie en politiek het niet zo gemakkelijk zal zijn. Het initiatief voor de oprichting van het comité is uitgegaan van een nabestaande van een slachtoffer van 8 december, de heer Sandeo Hira, schrijversnaam van Deo Baburam en broer van John Baburam. Bij deze steek ik namens het comité nogmaals een hand uit naar de overige nabestaanden van 8 december. Ik hoop dat we in de toekomst samen kunnen rouwen om het verlies van onze dierbaren. Jeru zegt verder dat de inventarisatie van slachtoffers en nabestaanden voorlopig is stopgezet wegens onvoldoende middelen. De hoop is om gauw weer hiermee een aanvang te maken. Een klein deel van de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog is wel bereikt, met name die van Brownsweg en Pokigrong, zegt Jeru. Hij ging ook in op de kritiek van Beryl Biekman van het landelijk platform Slavernijverleden Nederland en Armand Sunder, voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie Suriname, omtrent de keuze van de organisatie om de herdenking te houden op 30 juni. Tot slot, bij dit onderdeel wil ik nog memoreren dat vanuit Nederland vraagtekens waren geplaatst bij de keuze van 30 juni als dag van nationale rouw door mevrouw Beryl Biekman en in Suriname door de reparatiecommissie onder leiding van Armand Sunder. We waarderen hun bijdrage aan de discussie en hebben onze argumenten uiteengezet voor de keuze van 30 juni. Er zijn 2 redenen. Ten eerste herdenken we slachtoffers die gevallen zijn in de hele periode van het jaar. Dus niet in een bepaalde periode. Het staat iedereen vrij, we juichen dat zelfs toe, om op specifieke momenten de doden te bedenken die in de specifieke periode gevallen zijn. Vanwege onze brede spook was het logisch om het midden van het jaar te kiezen. Ten tweede, is er een precedent. Ik had persoonlijk het initiatief genomen om in 1995 een dag van rouw en verzoening te organiseren in Pokigrong op 30 juni. In zekere zin bouwen we daarop voort, omdat we hopen dat deze dag vroeg of laat zal leiden tot het helen van wonden en tot verzoening. We zijn erg blij met het brede draagvlak in de samenleving voor de dag van nationale rouw. We beseffen dat het nog breder kan en we veel werk te verzetten hebben. Maar er is een goed begin gemaakt. Aldus Humphrey Jeru, voorzitter van het comité Herdenking Slachtoffers
en nabestaanden van politiek geweld. Het comité is op schema wat betreft de organisatie van de Dag van Nationale Rouw op 30 juni aanstaande.